zeg maar niets meer. Laten we gaan. Toen André Hazes op 23 september 2004 overleed in het Hofpoortziekenhuis in Woerden, veranderde het leven van Robert de Waal van de een op de andere dag. Niet alleen verloor hij zijn belangrijkste inkomstenbron, ook moest hij afscheid nemen van een heel goede vriend. En weet je, er gaat van alles door je heen. En in eerste instantie geloof ik daar helemaal niet. En dan komt later, toen komt het op het ANP-nieuws. Ja, en dan denk je, ja, nu is het gedaan. En we vallen best in de gat. Ja. Het is vandaag natuurlijk 4 jaar geleden. En ik heb daar best wel moeilijk mee gehad. Het lijkt wel, des te langer het duurt, des te meer ik hem wel ga missen. Ja. Ja. De Waal deelde lief en leed met de volkszanger. Zeker op de terugweg van een optreden vertelde Hazes 100 uit over zijn diepste gevoelens. In het boek De Schaduw van Hazes schrijft De Waal dat zijn baas 2 keer heeft geprobeerd een eind aan zijn leven te maken. Na zijn dood is natuurlijk Rachel naar buiten gekomen met de verhaal dat hij seksueel misbruikt is. Ja, en nu vallen voor mij wel alle laatste puzzels op de juiste plek. En nu snap ik dus wel waarom hij toch wel deze momenten heeft gehad. En dat zeg ik, voor mij was het altijd heel moeilijk te begrijpen. Ik heb natuurlijk heel veel gesprekken met hem erover gedaan. En ja, ik ben er nooit echt achter gekomen. En als ik het nu dus wel zie, dan denk ik, ja, nou snap ik het wel. Naast de verhalen over de depressies waar Hazes mee kampte, komt in het boek ook de humor van de zanger naar voren. Bijvoorbeeld van die keer dat hij zijn auto voor zijn huis in Vinkeveen de sloot in reed. Hij belt mij op 's nachts dat ik alsjeblieft even kan komen helpen. En ik kom eraan. En vervolgens ik zie hem niet eens zitten. En hij zit gewoon in zijn auto nog. Weet je wel, dus hij was ook gewoon blijven zitten. Ja, nou ja dat zijn dingen. En ik zeg, ja, dat is een echte André. En zo zijn er zoveel dingen. Door de jaren heen zijn er heel wat foto's gemaakt van de Waal aan de zijde van Hazes. Toch is het meest waardevolle bezit een speciale oorkonde. Er staat op aangeboden aan Knakworst. Ja, Knakworst, ja, dat is wat minder. Nee, wij hebben natuurlijk het reclamespotje gedaan met Unox Knakworst. Daar zat ik in en samen nog twee vrienden. Dus vandaar dat het Knakworst erop staat. Ja. Maar dat is ook weer typisch André, om dat zo te doen. Sommige fans van Hazes vinden dat de dood van hun held wordt uitgebuit. Volgens De Waal houdt hij geen cent over aan zijn memoires. De opbrengst van het boek gaat naar een goed doel. Ja, ik kan me hier verdedigen wat ik wil, maar ja, dan denk ik, nou ja, mensen, ja, dan is het maar zo als ze dat denken. Maar het is niet de insteek van mijn verhaal. En het is ook niet de insteek van Rachel, kan ik je ook vertellen, maar dat staat ook allemaal in het boek.